Nou, Otto, we zijn in ieder geval niet alleen. Dat is niet. Ja, kom maar. Ja, Zeker, weet je het zeker? Nou, zeker. Even voelen. Is het hier? Ja. Ja? Ja, kom maar. Hier. Oké, ja. Oké. Is goed. Ja. Is goed, is goed, is goed. Mag wel hoor. Het is niet angstaanjagend. Kom, maar mee dichterbij. Goedemorgen. Kom maar mee dichterbij. Is uw geluksdag. U bent op de juiste tijd op het juiste plekje. En u vraagt zich natuurlijk af waarom wij hier zijn. Nou, Otto, wij eigenlijk ook, hè? Gaat het? Ja. Esmeralda. Dat klopt. Dat weet alleen Esmeralda. Ja, waarom wij hier zijn is voor ons een grote vraag, maar voor u misschien wel het grote geluk van vandaag. En verder bent u natuurlijk ook heel nieuwsgierig hoe wij hier zo terecht gekomen zijn. Ja. Ja. Je niet, liefje? Hoe wij hier terecht gekomen zijn, Otto. Nu even niet. Nee, ik snap het, ik snap het. Otto! Konijntje! Otto, nu even niet, Otto! Je bent verder niet eens. Ja, ik ben bezig! Ik snap het. Wat is er toch? Esmeralda! Ja, wat is er met Esmeralda? Ze doet het de hele tijd. Otto, kijk nou eens hier, al deze mensen hier. Ja. Ik moet het toch weten, ik moet toch uitleggen waarom wij hier zijn. Liefje, ik snap het allemaal! Maar misschien moeten we Esmeralda een beetje aandacht geven. Natuurlijk. Ja. Esmeralda, ons draaiorgel, zij is een erfstuk. Ja, zij is gemaakt door mijn bedovergrootvader Jozef. Hier ziet u hem. Hij was dirigent van een orkest. Jarenlang heeft hij eraan gewerkt. En toen hij eindelijk het orgel trots werkend wilde laten zien, toen stierf op mysterieuze wijze zijn vrouw Esmeralda. Nou ja, sindsdien draagt het draaiorgel haar naam. Ja. En oh, pas op, dames en heren, jongens en meisjes. Zij is geen gewoon draaiorgel. Nee! Zij heeft gaven. Net als mijn bedovergrootmoeder. Het lijkt alsof het orgel door haar bezield is. Ik heb een beetje opschieten. Dames en heren, Esmeralda is het die ons hierheen heeft geleid. Ja. Mogen wij een groot applaus voor Esmeralda! Esmeralda! Nou, en nu we hier toch zo bezig zijn, wil ik u graag voorstellen aan mijn grootste geliefde. He, u heeft al kennis met haar gemaakt, mijn fantastische vrouw. Ze is moeder van onze twee dochters. Ze is hooglerares. Ze is fytomorist. En ze is dokter Anders Magister in de ongeluksbestrijding. Ja. En bovendien mijn vrouw, die alles
dankjewel, Otto. Ja. Dankjewel, dankjewel, dames en heren. Mooi. Esmeralda, muziek. Ja, 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 ik moet wel zeggen, het was echt een barre tocht. Ja, ik weet het. Esmeralda leidde ons de weg. Zij. En in ieder land waar wij kwamen, kregen wij een nieuwe aanwijzing. En naarmate de reis vorderde, ja, het was alsof het een wonder was. Ze ging steeds krachtiger spelen. Het is iets waar ik kippenvel van krijg. Het begon allemaal in Parijs. Oh ja, Parijs. Otto, Parijs. Ja? Het was ook romantisch. Oh, heel even dan. Ja. Oh, maar wacht.
dat moet ik wel even vertellen. In Parijs, daar begon het allemaal. Tussen de spullen van bed over grootvader Jozef, ja, daar vonden wij een boek. Een boek? Het orgelbegotten. Oh, het orgelboek. Ja, het orgelboek. Ja. Dat was de eerste aanwijzing voor onze tocht. Kijk, wij konden het boek helemaal niet lezen. Nee. Otto. Esmeralda wel. Zij kreeg dit boek en kwam tot leven. En zo stuurde zij ons op pad. Ah! Allee! Ben ik lang, dat heb ik gehad. Ja, ben ik lang. Spanje! Goed zo. In Madrid vonden wij het tweede orgelboek. We kregen het van de beroemde castagnettenspeler Juan de Lucia. Zijn overgrootvader zat in het orkest van Virginie's bed over grootvader Jozef. Dat klopt, hebben ze het geraden, Otto? Hebben jullie het geraden? Ja, maar het was toch zij? 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 Zij komt het echt goed. Ja, echt. Na Spanje? Ja, na Spanje. Gingen we naar? Ik weet het niet waar. Italië! Italië! En in Venetië, daar kregen wij een nieuw boek met een nieuwe aanwijzing. Maar voordat we daar waren, wat een tocht. Nou, we zijn net z'n drieën met Esmeralda over. In Alpen. Oh. En daar in Venetië, daar reden we bijna met z'n drieën. Zo, het kan al Hey. We moesten naar Oostenrijk. Voorbij. Oh, het is... Ja, u kunt gerust weer terug gaan staan. Ja? Ze komt wel heel goed, hoor. Ze is echt goed. Ze is goed. Ja, Otto. Irene? Ja, Irene. Oh, dat moet ik wel even vertellen. Daar troffen wij klaviermeester Engelbert. Ik ben klaviermeester Engelbert. Hij gaf ons het vierde boek. Ja, met de aanwijzing. Maar ook een waarschuwing. Jullie zoektocht is niet zonder gevaar. Dat zei hij. Jullie moeten jezelf beschermen. Ja, maar niet alleen onszelf. Ja, onszelf. Ja, maar vooral u. Oh, u. Weet je nog? Wat leg je daar? Je moet hem beschermen. Ja. Zo waarschuwde klaviermeester Engelbert ons. En toch zijn wij nu hier. Ja. Helemaal op eigen risico. Op eigen risico. Maar goed, waar waren we? We waren bij klaviermeester Engelbert. Dat is waar ook. Zijn aanwijzing leidde ons regelrecht naar het warme, zonnige Griekenland. Oh, Griekenland! En daar dansten we, voordat we het in de gaten hadden, de... Sirtaki! Sirtaki! Leg je handen op elkaar, schouders! Niet te laffen, Ja.
orde, hoor. Wat een dat? Het lijkt wel een Griekse tak. Nee. Genie. Wat dan? Ja. Het is al met Esmeralda aan de hand. Dat zeg ik al de hele tijd. Ik weet het niet. Ze doet raar. Ze is al bang. Oktoberfest! We gingen naar Duitsland! Oh ja! Otto, daar was jij niet in. Nee, ja, welkom. Ja, jawel. Ik ben dus... Doe maar, doet u maar lekker mee! Ja, doet u maar even mee! Hop! Hop! Loslaten! Ja, mooi! Kijk, let eens op dat medewerk, dames! Ja! Oh. Zie je, Otto? Klaviermeester Engelbert had gelijk. Het is niet zonder gevaar. Nee. Esmeralda waarschuwt ons. Volgens mij heb ik het door. Heb je het door? Volgens mij ja. Hebben wij precies dezelfde route afgelegd als in der tijd met overgrootvader Jozef met zijn orkest. Is dat een goed teken of is dat een slecht teken? Dat weet ik niet. Dat weet jij toch altijd? Ik geloof nu dat het een goed teken is. Dit is het. Dit is de plek. Hier. Het eind van de trek. Op deze onheilspellende plek gaat het gebeuren. Wat? Dat weet ik niet. En waarom? Hij heeft ook een vraag. Verzin, weet je wat we doen? De mensen zijn hartstikke bang. Kijk, misschien moet je met jouw gaven hen beschermen. Dames en heren, hier is ze dan. Verzi niet, charlatan. Hier ben ik. Rustig, adem in, adem in, adem in. En adem uit. Oké. Dames en heren, blijft u gerust staan. Er is iets om bang voor te zijn. Alles zal goed zijn. Look at